far north of Europe, or what one Roman historian called the world's end. The Romans called this distant region Scandinavia. To outsiders, it was a mysterious place where nature ruled. It was not only distant, but almost empty, a place where ice met fire. There, the untamed forces of nature predominated. And no matter where you went, the sea was never far away. The Scandinavian coasts, comprising stretches of today's Denmark, Norway, and Sweden, were the homeland of the Vikings. When the Northmen set out in their longships, they terrorized much of Europe. In the early Middle Ages, half of Europe lived in fear of the Vikings. The Icelandic sagas and the Edda poems told of the deeds of courageous men, of drinking parties and pirates' raids, of wandering the seas and wars. But they also told of the Vikings' gods, and there were a lot of them. The gods were not, however, the only figures that peopled the Viking imagination. The world of the Vikings was a world of secrets. It was an inexhaustible source of myths and magic. They believed that every crack in the ground, every geyser, was the home of a spirit. A giant could live in a volcano, or a dwarf tend a smithy. They believed that giants were involved even in the creation of the world. Husbands and fathers were often killed on raids over the sea. The Vikings believed that the souls of those who did not succeed in entering the other world haunted the earth to terrorize the living. Only courageous warriors found a place in the other world. They reached Valhalla. Valhalla was Odin's hall. Odin and his wife lived there and enjoyed watching contests between the fallen Vikings. In Valhalla, the warrior elite would live until the end of the world. In the daytime, they tested their strength in single combats. In the evening, they celebrated at Odin's table with mead and meat. As for those not lucky enough to die in battle, hell awaited them. It is an old Norse word related to the English word hell, a dark place of lifeless souls. The chief god, Odin, lived in Valhalla. A rainbow bridge connected his realm with the world of men. His son, Thor, made thunder and lightning with his hammer and guarded mankind. Whatever the problem, people turned to Thor for help. The Vikings gradually assimilated Christian concepts into their world of magic and Nordic gods. Over time, missionary monks converted more and more Vikings to Christianity. In a very short time, the wild Scandinavians became global players. As merchants, they opened up important trade routes that led not only to southern Europe, but also deep into eastern Europe and even to the Orient. Wilde strijders die met hun boten de Europese kusten onveilig maakten en die ook in de Lage Landen kwamen plunderen en moorden. Dat is het beeld dat lang van de Vikingen heeft bestaan. Dat dat niet helemaal klopt, weten we al langer. Er waren aanvallen, maar ook andere contacten. Uit onderzoek van Nelleke Eisenacher blijkt nu dat de Nederlandse kustprovincies veel meer verbonden waren met de Vikingwereld dan altijd gedacht. Frisia was volgens haar eigenlijk onderdeel van het Frankische Rijk en van het Vikinggebied. Eerst een Noordman komt, en aan een mon hendat. Aan boenden tot haar skippen brengt,
want hij met hem in zijn eigen Londen door een dorpen komt, want hij haar huis bandt, aan de wief aan neder neemt, aan de mond slijt en gwetsa hij door Ewela dicht. Ja, hoe weet je dat dit allemaal zo is? Nou, ik heb in mijn onderzoek gekeken naar twee soorten materiaal. Ik heb gekeken naar geschreven bronnen en ik heb gekeken naar materiële bronnen. Die geschreven bronnen, daar hebben we net een paar citaten van gehoord. Dat zijn eigenlijk hele verschillende bronnen. Het zijn soms gedichten, het zijn soms wetsteksten, het zijn soms saga's. Maar wat ze eigenlijk gemeen hebben, is dat ze allemaal naar een gedeelde ruimte en naar een gedeelde geschiedenis wijzen. Dus ze verwijzen, Friese bronnen verwijzen naar Vikingen en Scandinavische bronnen verwijzen naar Friese en Frisia. En dat men daar op bezoek ging. Dus dat laat heel goed zien dat daar een soort gedeelde wereld is. Forum Drengja Frieslands Auwit, ook Wix Feutum Wierskiftum. Met de materiële culturen is dat net weer iets anders. Die laten vooral een verspreiding zien. Dus deze vondsten die komen allemaal ook in Scandinavië vooral veel voor. En deze zijn dan gevonden in Noord-Nederland. Bijvoorbeeld gouden ringen. Deze is van een heel herkenbaar type uit de Vikingwereld. Deze komt vooral op Gotland veel voor. En dit zijn allebei voorbeelden van onderdelen van fibula's of broches, mantelspelden. De ene een type dat specifiek door mannen gedragen werd. En je moet je voorstellen dat deze aan een grote ring zat met een pin. En die komt vooral veel in Noorwegen voor. Dit is dan een stuk van een schijffibula in een hele herkenbare jellingenstijl, zoals we dat noemen in die tijd. En die komen vooral veel voor in Denemarken en in Oost-Engeland. Door al die plekken waar het voorkomt met elkaar te verbinden, krijg je eigenlijk een heel mooi overzicht van het soort van materiaal dat wij in Friesland vinden, of in Frisia in bredere zin, maar dat ook elders in de Vikingwereld voorkomt. Thakas Magnus Thenefifta Kera. Thet ze nene herevert nelde fara fara, dan aaster tot herre wiesere, ant wester tot haar vlie. Op met haar vloot, want uit met haar ebbe. Troch zet, dat ze hoe dat ten over duis aan de nacht is, wit den Noordiska kening, ant wit den wilde witsend, ant ten dijk is vloot, met vijf weepnum, met zwerde, met skelde, met spada, met forka, ant met ettekris orde. We dachten heel lang dat op het moment dat Frisia onderdeel wordt van het Frankische Rijk en ook in naam gekerstend is, christelijk geworden is, dat het dan eigenlijk klaar is met die sterke relaties met de Noordzeewereld. Maar eigenlijk duurden die relaties nog veel langer en de hele Vikingtijd gaan die door, die structurele relaties. Dus eigenlijk kun je die hele periode als een overgangsperiode zien. En pas daarna is Frisia echt een soort van losgeweekt uit die heidense Noordzeewereld.
die maakten de Nederlandse kusten, of de Wereldzee eigenlijk, onveilig met hun schepen, hun overvallen en hun boete handelen. Zij zijn altijd afgebeeld als woestelingen met helmen op, met van die grote horens. Dat is fantasie, dat stamt uit de opera van Wagner. Die had die figuren zo verzonnen om ze zo spectaculair over de bühne te laten rondrennen. Ik sta hier dus in Tongeren. En de reden daarvoor is dat er in het Gallo-Romeins Museum hier in Tongeren een hele mooie tentoonstelling is over de Vikingen. Die tentoonstelling is niet alleen hier in Tongeren, maar ook in Maastricht in het Centre Céramique. Die loopt tot half maart 2015. En die gaat over de Vikingen, wat ze allemaal gedaan hebben. Ze hebben niet alleen geplunderd en gemoord en wereldzeeën bevaren, maar het was eigenlijk best een beschaafd volk. Ze leefden hier in deze streken van ongeveer 800 na Christus, dus ten tijde van Karel de Grote, en hebben het ongeveer 300 jaar uitgehouden. En ja, ze zijn ook hier geweest, hier in Tongeren, maar ook in Maastricht. Er was een nederzetting in Asselt. Asselt ligt in Midden-Limburg, in de buurt van Zwalmen, en van daaruit hebben ze deze kathedraal twee keer zelfs platgebrand. Dat is wat gebeurd is, dat blijkt uit een kroniek, en daar gaat onder andere deze tentoonstelling over in het Gallo-Romeins Museum. In deze tentoonstelling zijn natuurlijk een heleboel vondsten te zien die zijn opgegraven. Met name in Zweden en met name zelfs op een eiland waar een nederzetting was, een grote nederzetting. En dat was in de buurt van Stockholm, in het eilandje Birka. Het is 2 uur varen van Stockholm. En daar gaan we zelf eens even kijken. Maar voordat we daar naartoe gaan, even de vraag aan de organisator van deze tentoonstelling, Bart de Marsin. Wat waren dat nou eigenlijk voor mensen, die Vikingen? Wel, eerst en vooral, ik zeg het niet graag, maar eigenlijk de Vikingen hebben nooit bestaan. Dat is eigenlijk een naam uit de 19e eeuw, of een verzamelnaam die men daaraan gegeven heeft. Dat waren allemaal afzonderlijke gemeenschappen. En een deel van die mensen die zijn op Viking gegaan. Dat wil zeggen dat ze met de boot op handelstocht en soms ook op rooftocht gegaan zijn. En zo zijn ze hier ook bij ons in de streek terechtgekomen. Maar het merendeel van de Vikingen zijn eigenlijk gewoon altijd op hun boerderij gebleven. Want 99% van die mensen waren gewoon boeren, landbouwers. Nu, waarom die Vikingen juist vanuit Scandinavië zijn weggetrokken en onder andere hier bij ons in de streek zijn terechtgekomen, dat is niet zo evident. Nu, sowieso, zij kwamen al eeuwenlang naar hier vanuit Scandinavië, ook om handel te voeren met handelsteden hier, met mensen. En zo nu en dan zal dat ook wel eens op een rooftocht zijn uitgedraaid, wanneer men zag hoeveel rijkdom hier te vergaren was. Maar op een bepaald moment, vanaf de 8e, 9e eeuw, is dat wat intenser geworden. Het was ook zo dat in Scandinavië erfenis altijd naar de oudste zoon ging. Dus veel mensen die daarna kwamen, die hadden geen bezit. De landbouwgronden waren ook redelijk beperkt. Dus er zijn toch ook heel veel mensen die erop uitgetrokken zijn om elders geluk en geld te gaan zoeken. En zelfs ook kolonies gesticht hebben in Europa, maar eigenlijk ook een heel stuk ver over de Atlantische Oceaan. Dat waren meesters in scheepvaart, dus ze zijn aangekomen over zee. Hadden heel snelle, grote schepen. En veel van de handelsteden, maar ook van de kloosters hier bij ons in de regio, die waren niet omwald. Dus ze kwamen daar aan en hebben gewoon alle rijkdom kunnen meepakken die daar te rapen viel. In het begin was het zo dat Vikingen eigenlijk vooral langs de kusten bleven. Dus in Nederland, Dorestad, is verschillende keren aangevallen. In de winter keerden de Vikingen meestal terug naar huis, naar Scandinavië. En kwamen het jaar erop weer terug. Maar op een bepaald moment zijn ze ook winterkampen beginnen oprichten, onder andere ook langs de Maas. En zijn ze ook in Nederland en Vlaanderen redelijk ver kunnen doordringen. En zo ook in Maastricht, Luik en wellicht ook Tongeren terechtgekomen. Nou, er is een Duitse geestelijke, Regino van Prüm, dat was de abt van het klooster daar. Die is zelf ook een aantal keer slachtoffer geweest van vikingaanvallen. En die heeft een kroniek geschreven waarin hij zegt dat in het jaar 881 de Vikingen Maastricht, Tongeren en Luik geplunderd hebben. Voorlopig zijn er nog niet heel veel archeologische bewijzen die dat staven, maar daar zijn we naar op zoek. Dat is een hele lange tijd zo doorgegaan, totdat ook een deel van die Frankische keizers er genoeg van hadden. En die hebben nu en dan ook wel eens de Vikingen omgekocht. En we weten bijvoorbeeld, Parijs is in de 9e eeuw een aantal keer aangevallen, platgebrand. En op een bepaald moment hebben ze gezegd, we geven jullie geld, jullie krijgen een stukje land en laat ons verder met rust. En zo is bijvoorbeeld Normandië, het land van de Noormannen, ontstaan.
We staan hier voor een vikingboot, een bescheiden boot. Die komt van het Vikingschipmuseum in Roskilde in Denemarken. Ik denk dat dat het grootste museum is van vikingboten. Maar ook in het Historisch Museum in Stockholm hebben ze zo'n boot. En ik stel voor dat we daar eens even naar gaan kijken. En dan ook eens in Birka, een van de belangrijkste handelsnederzettingen. En dat zijn natuurlijk de plekken waar die boten hebben aangemeerd en goederen hebben opgeladen en zo over de hele wereld verspreid. Het is misschien moeilijk in te beelden vandaag. Stockholm is de hoofdstad van Zweden. Vanuit Stockholm moet je toch al gauw 2 uur op de boot zitten om op Birka te geraken. Nu, in de tijd van de Noormannen was dat helemaal anders. Vandaag ligt Birka op een eiland in een meer, een groot meer in Zweden. Maar in de tijd van de Noormannen was dat open zee. Het meer van vandaag maakte deel uit van de Baltische Zee. En dat was eigenlijk ja, de belangrijkste zee in de wereld van de Noormannen, van Scandinavië. En Birka bevond zich eigenlijk echt op de kruising tussen een aantal belangrijke zeevaartroutes, zeilroutes. Zowel van oost naar west als van noord naar zuid. Momenteel staan we hier in Birka. En Birka is een vikingsite vlakbij Stockholm. Hier heeft een groot vikingdorp is hier aanwezig geweest en momenteel worden hier nog altijd opgravingen uitgevoerd. En een heel aantal van de prachtige vondsten van Birka zijn ook in onze vikingtentoonstelling te zien. Birka was een belangrijke handelsnederzetting, misschien wel een van de allerbelangrijkste, zeker in Zweden. Hier was een dorpje waar 1000, 1500, hooguit 2000 mensen woonden of tijdelijk verbleven. Daar werden allerlei producten gemaakt in steen, in been, in gewei. Maar daar kwamen ook heel veel producten uit exotische oorden. Men heeft hier onder andere Chinese zijde teruggevonden. Dat werd hier binnengebracht, dat werd verhandeld. En dat is ook ten dele in grote delen van West-Europa, waar op dat moment Karel de Grote de plak zwaaide, terechtgekomen. Dus eigenlijk de mensen die hier woonden, die zaten in een groot internationaal netwerk waarin grote delen van de toenmalige wereld betrokken waren en waar producten verhandeld werden. Het bekendste beeld van de viking is zeker en vast dat met de gehorende helm. Maar ja, dat is een fabeltje. Hè. Dus er zijn uit alle vondsten en uit alle opgravingen die ook vandaag nog plaatsvinden, er zijn wel vikingenhelmen teruggevonden. Maar daar is nog nooit daar zijn nog nooit horentjes op aangetroffen. Dus dat is iets wat in de 19e eeuw ontstaan is. We zien onder andere dat in een opera van Richard Wagner dat beeld wordt opgeroepen. En dat moet zo'n sterk beeld geweest zijn. Dat was ook de tijd van het nationalisme. Iedereen probeerde zijn land of zijn natie te verkopen. En dat werd vaak gedaan door naar vroegere tijden terug te grijpen. En hier in Scandinavië is dat beeld met die gehorende helmen blijven bestaan. En tot vandaag. Ik denk dat nog altijd iedereen op die manier over een viking nadenkt. Tentoonstelling willen laten zien is eigenlijk een beetje net dat andere aspect van die vikingen. Vikingen waren ook bedreven handelaars. Ze dreven handel tot in het zuiden van Europa, tot Canada toe. En ze brachten luxe waren mee naar hun eigen streken. En ze hadden eigenlijk een hele hoge levensstandaard. Er was ook een groot verschil tussen rijk en arm. En dat zie je ook in de objecten die we in de tentoonstelling tonen. Er is daar veel goud, veel zilver. Veel heel mooi afgewerkte objecten. With rash and snow drift, the temperature never shifts. You can't travel cause your sails got rifts. Approach my coast and I'ma give you lifts. Icicles and frost is what I'm spitting. No heat, it's just the cans that be clicking. You get frostbitten if you enter my land, the Scandinavian island. Where I'm on dry land in horse-drawn carriages, sticking up my carriers with savages. You've been warned about helmet with horns. On the grave of my ancestors I've sworn to keep doing like pillages. The voice with thundering, plundering your villages. That's
how real it is in this cold waters of where slaughters. We live on the lips of borders. Defenders, 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 defenders of the North Sea. Defenders, 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 defenders of the North Sea. I'm forcing ice, majestic like a polar bear. Disturbing the planet's atmosphere. It's naval warfare out here where I'm from. Leading fleets into open sea confront. I'm on some evacuate type of shit. No need for GPS to navigate my ship. I use the wind force to set the course. And I always return to the north. To the mighty fjords surrounded by a wood belt. MC explorers get dealt. I make the pulse melt as I sweep towards the open sea rapidly. Splitting it as a faculty. You wanna battle me? Element number four, offshore. I drag you down to the seafloor where death finders can locate me. The black star zone, home where they can't trace me. Defenders, 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 defenders of the North Sea. Can't fuck with the stormy weather.